TV-verslaggever Jan Willemsen sprak met Arnhems wethouder Ron Keunig van Economische Zaken, burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls en met Boele Staal, waarnemend burgemeester van Arnhem, over de beoogde miljoenen investeringen in de regio Arnhem-Nijmegen. Vandaag de investeringsagenda, 50 miljoen in de regio. Wat verwacht u daarvan? Nou, het is een belangrijke overeenkomst met de provincie en de stad Nijmegen. De twee grote steden in het gebied. Echt een langdurige overeenkomst voor 10 jaar om met elkaar te zorgen dat deze regio economisch weer sterker gaat worden. Ik vind het hartstikke super, vooral omdat ik weet dat hier zo'n 2 jaar, ruim 2 jaar werk in zit. Van betrokken wethouders, gedeputeerden vanuit Arnhem, Nijmegen en de provincie. En als je dan kunt zeggen, we gaan voor 10 jaar lang elk jaar een aantal projecten samen doen. Dat is gewoon heel erg goed dat dat gebeurt. Daarmee laat je ook echt iets zien. Een klaroenstoot naar de regio en naar de rest van Nederland. Wat ik het belangrijkste vind is dat de twee steden elkaar weten te vinden. Dat is in het verleden wel eens anders geweest, heb ik begrepen. Wat heel belangrijk is, is dat het een toekomstgerichte agenda is. Het is een akkoord voor de komende 10 jaar. Dat betekent ook dat de komende 10 jaar er van alles aan toegevoegd kan worden. En het derde punt is dat het beide steden niet alleen versterkt, maar dat het grote woongebied om de steden heen daar profijt van heeft. Mooie binnensteden, werkgelegenheid, goede verbindingen. Het heeft ook betrekking op gezondheid, energie. Wat merken de steden daarvan? Je ziet dat Nijmegen sterk is op het gebied van health, van gezondheid. Arnhem is sterk op het gebied van energie en de energietransitie die we met elkaar moeten maken. We willen deze investeringsagenda ook gewoon benutten om te laten zien dat dat zijn onze sterke sectoren. Daar gaan we op inzetten in de komende jaren. Dat past ook in het Arnhemse beleid dat wij hier hebben. Energie is echt het leidende thema. Voor Nijmegen is dat gezondheid. En we proberen dus samen ook die regio op die manier te versterken. Ja, energie denken wij met name voor Arnhem aan de uitbreiding van het warmtenet. En gezondheid is natuurlijk het Radboud ziekenhuis. Maar ook het andere Santion ziekenhuis wat in Nijmegen is. Het zijn ziekenhuizen die het mogelijk maken om ook internationale specialismen te ontwikkelen. We hebben economisch gezien natuurlijk een heleboel sectoren in deze regio. Sommigen vinden dat ook wel een nadeel. We hebben niet één sector zoals je bijvoorbeeld Eindhoven ziet. Maar de energie- en gezondheidszorg, daar zijn we wel bijzonder sterk in. Arnhem heeft een bijzonder cluster van hele mooie energiebedrijven. Van oudsher alle, denk aan de KEMA bijvoorbeeld. En Nijmegen heeft al een behoorlijk sterke reputatie opgebouwd op het gebied van omslag naar alternatieve energie. Er wordt gewerkt met een warmtenet, waar een warmte uit de afvalcentrale wordt gebruikt. En dat willen we nu allemaal over die hele regio, zodat we allemaal daarvan kunnen profiteren. Ook de werkgevers die doen mee. Wat betekent dat voor de werkgelegenheid in Arnhem? Deze investeringsagenda is er vooral op gericht om die werkgelegenheid in deze regio te laten groeien. We hebben te veel mensen, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die geen plek hebben. Dus deze investeringsagenda heeft ook zeker de bedoeling om veel meer mensen aan het werk te krijgen dan nu het geval is. Contract voor 10 jaar, is dat niet wat lang? Ja, dat lijkt lang. En tegelijkertijd heb je ook een langdurige samenwerking nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van investeringen rondom de stations. Heijendaal, Nijmegen, Nijmegen Centraal, maar ook Arnhem-Presikhaaf. Dat zijn stations waar we in de komende jaren verbeteringen willen realiseren. Nou, dat betekent ook dat je moet laten zien als regio, wij investeren daarin. Zodat je ook van de Rijksoverheid kan vragen om daar ook in mee te investeren. Dat betekent dat je langjarig met elkaar afspraken moet maken. Dus duurzame energie heeft minstens 2 mooie kanten. Enerzijds, je doet iets voor de duurzaamheid, zodat je zorgt dat je op energiebronnen komt die niet beschadigend zijn voor mens en milieu op de lange termijn. En je maakt jezelf dus zelfstandig, omdat je niet afhankelijk bent van fossiele brandstoffen. Deze investering levert dat werkgelegenheid op voor Arnhem? Ja, per definitie. Als je de investeringen wil concretiseren, dan is dat alleen al werk. En bovendien, als het 1 keer geconcretiseerd is, een bloeiende binnenstad van Arnhem levert werk op. En zo zijn er vele voorbeelden meer te noemen. Ook aan de healthkant. Als je daar investeert op meer een internationaal bekende specialisatie, dan levert dat werkgelegenheid op. We zien nu al dat bijvoorbeeld de energiesector de afgelopen jaren goed is geweest voor extra 100 banen, alleen al in onze regio. Nou, als je dat krachtiger doorzet, dan kan dat nog veel meer zijn. Gezondheidszorg, zeker in Nijmegen zelf, maar ook in omliggende gebieden, is ook echt een groeier. En vooral die combinaties gaan heel erg leuke dingen opleveren. We hebben ontzettend veel hoogopgeleide mensen in de regio. We hebben geweldige ziekenhuizen in die steden. We hebben mooie energieontwikkelaars. Mensen die eens goed kunnen nadenken. Universiteit, Hogeschool Arnhem-Nijmegen vervulden een fantastische rol.
Als we dat nog beter bundelen, dat moet lukken. Wij zijn niet een regio waar we die dingen nieuw moeten bedenken. We zijn wel een regio die dat beter moeten uitvinden, beter moeten verbinden en beter moeten verkopen. De taak van de provincie in deze, wat is die? De provincie draagt financieel bij. En heeft dus een gebiedsopgave, zo noemen ze dat bij de provincie. En dit is de gebiedsopgave Arnhem-Nijmegen. Dus een financiële bijdrage van de provincie en soms ook met inhoudelijke expertise voor de verdere ontwikkeling van de regio. De provincie heeft ook een bovenliggende taak als het gaat ook om de gemeentelijke taken. Als het gaat om het wegennet heeft de provincie een rechtstreekse verantwoordelijkheid. En ook heeft de provincie geld beschikbaar voor dit soort ontwikkelingen. De provincie Gelderland verdeelt in dit soort regio's waar ze met geld willen investeren op versteviging van de regio's. Zowel op het gebied van wonen als ook werken en recreëren. Wat betekent dit voor de binnenstad van Arnhem, deze regioontwikkeling? Nou, het is wel belangrijk, want een van de drie centrale thema's is bruisende binnensteden aan de rivier. Daar is Arnhem en Nijmegen hebben allebei een stad aan de rivier, met ieder hun eigen sterke kanten. Voor Arnhem geldt dat er met name rondom het Korenkwartier en het Gele Rijdersplein extra middelen beschikbaar komen om die pleinen ook te gaan opknappen.